weer stuk rent. Het is 3, 2, 1 en weg zijn we voor de tweede Super Week die we mee gaan maken in de Elite Series. Maar deze is misschien nog wel een stukje belangrijker. De hardste klappen worden hier uitgedeeld. We beginnen weliswaar inderdaad al in de Aquadome. Dat staat ook al bij de einde. Wat heet David? Oh jongens. Ion Squad weet het niet lang droog te houden hier onder water. Compact die zit daar nog één keer mis, maar J-Wijs houdt het overzicht. Meteen al die 1-0 gescoord en we weten hoe snel KV Mechelen die trekker kan overhalen. En ze laten het maar weer zien. Ja, en voor de mensen hè, die misschien denken, maar waarom is er al een balkje ingekleurd naar die 1-0 status al voor KVM? Ja. Omdat het iets later was. Ik ben wel blij dat we nog iets van de wedstrijd te zien krijgen. Al moet ik de analisten misschien al wel een beetje gelijk gaan geven. We streven wel op een sweep, hè. Het balkje zegt 1-0. De score zegt nu al 2-0. En we hebben nog niet eens 20 seconden gespeeld. Ion Squad die moet dat lek gaan dichten, zorgen dat ze het in ieder geval ja, toch eventjes wat beter neer gaan zetten. Want KV Mechelen die gaat nu echt met de wedstrijd er vandoor. Ja, en laten we dan de positieve puntjes eens even naast elkaar zetten. Weet je, weliswaar een paar tegenvallers, maar Temper ziet er heel erg goed uit. Dat is echt bewonderingswaardig. Ook de giveaways zijn live die heel erg te geven blijken te zijn. We zijn wel lekker afgetrapt op zich hoor, Ernst. Deze wedstrijd, ja, weliswaar al 2-0. Maar ik verwacht nu wel dat Ion Squad langzaamaan ook iets meer grip zal gaan uitoefenen op wat we hier zien. Iedereen heeft nu ook even de tijd gehad om even te acclimatiseren. Om te zorgen dat ze echt mentaal even goed zitten. Zo'n delay is niet niks. Ook niet voor de spelers natuurlijk. Het is maar wachten en wachten. En KV Mechelen, ja, nu met een 3-0 al op het scorebord. J-Wijs hier weer een assist. Ik zag het Cuxion al duidelijk aangeven in de chat eerder. Hij is natuurlijk de coach. Hij heeft goede woorden voor zijn team over. Maar J-Wijs is gewoon een van de spelers met de meeste assists in deze hele competitie. Ja, dat zegt genoeg. Je ziet het hier weer. Ja, dat zegt eigenlijk twee dingen. En J-Wijs is goed en KVM scoort veel. Dat is denk ik ook wel zeker een factor waar we rekening mee moeten houden. Maar de flow waarin J-Wijs speelt is altijd zeker iets leuks om naar te kijken. Wel, die wil hem nu even op de achterste voeten staan. Hij is last man in dit geheel. Het moet hem hierin gaan grijpen. Deze goal te kunnen voorkomen. En dat lukt hem ook aardig, hè? Ion Squad wel nu. Die snelheid waarop ze de tegengoals krijgen, die wordt iets teruggeschakeld. Maar komen ze wat in de wedstrijd, nu ook op de helft van KPM. Laten we hopen dat daar dan wat mogelijk is. Ja, toch wel weer een probeerseltempo krijgt. Wel de clear, die gaat net op de lat, was bijna de 4-0. Maar toch, jij hebt gelijk, het gaat nu wat trager. Het tempo waarmee de doelpunten gescoord worden. Nu al een minuut ongeveer doelpuntloos voor KV Mechelen. Maar het is voor hun ook niet nodig. De verdediging is wel nodig, maar die staat als een huis. Nogmaals. Ja, dat is een prima inzet van Tas. Ook zeker leuk om hem gezien te hebben dit seizoen. Mag vandaag en morgen nog in actie komen. Blijft de grote naam, maar kan hij ook wat resultaten waar gaan maken dan? Die ene game die ze nu al tegen hebben. Oké, dat is een feit. 3-0 staan ze achter in deze. Dat is nog om te keren. Zeker weten. Hier Bilbo met een schot probeert hem goed in de verre hoek te plaatsen. Maar mist dan net de finesse, net de precisie. Toch weet hij de bal nog een keer over te nemen. Hij krijgt een cadeau. Tas zoekt dan naar de bump op Compact. Maar Compact heeft de bal nu in bezit. Betekent dat KV Mechelen de bal in bezit heeft. Dan gaan ze pasen. Dan gaan ze elkaar zoeken. J-Wijs heeft controle. J-Wijs zoekt voor de dubbeltap. Maar Bilbo is er in de buurt. Lekker stel. Leuk om KVM zo te zien. Schot temper. Die mag zomaar in de goal verdwijnen. 4-0 staat het voor KVM eSports. Deze wedstrijd lijkt haast wel een formaliteit. Ja, het is. Volgens analisten was het ook een formaliteit. En ik denk dat je, als je ook kijkt naar alle predictions van alle casters, natuurlijk iedereen die hier meehelpt aan het produceren van de Elite Series. KV Mechelen is hier gewoon de grote favoriet. Maar ja, dan is de hoop natuurlijk spelers zoals Tas. Oh, prachtig! Ja, Temper laat wat zien. Met zijn jasje. Ja, maar is toch heerlijk dit? Paas van Compact is goed. Paas van J-Wijs is misschien nog wel beter. Waar komt hij überhaupt weg? De man in pak. Hij komt uit de lucht gevallen. Weet de vijfde binnen te tikken. Dat is misschien wel de mooiste goal die we gaan zien vandaag. Eerst helemaal het begin tikte hij eventjes op zijn horloge. Om te laten zien dat hij weinig tijd heeft en even een 3-0 wil winnen. Maar nu mag hij dat nog een keer doen om te laten weten dat hij al 3,5 uur in de lucht hing om dat doelpunt te scoren. Wat een vlucht had hij daar. Het was echt niet normaal. Hier nu weer een schot Tas. Die mag hem deze keer clearen. Bilbo nu springen voor Temper. Ik weet niet wat er hier precies gebeurt, maar KVM 5-0, dat zegt genoeg.
Bilbo 50 Tas in de hoek van KVM. En dan kun je zeggen, ja, maar die zit dan toch in hetzelfde team? Ja, precies. Dat is waarom het zo merkwaardig is. Schot gaat nu weer doorkomen. Die gaat er in voor Temper. Die lekker aan zijn statistiek aan het schroeven is. Heel KVM is dat aan het doen op zich. En dat is wel gezond ook, hè. Als je kijkt naar de week waar we in zitten. Ze strijden natuurlijk om de eer. Plaats 1. Dat is wel zeker iets wat je wil gaan verdedigen. En ze hebben de smaak lekker te pakken. Oh, met hat-trick zelfs. Ja, precies. Jij zegt dat helemaal goed. Het is, je probeert nu te strijden als KVM voor die allereerste plek. Dat is natuurlijk ook gewoon een hele mooie uitgangspositie. Als je eenmaal in die play-off zit, dan hoeveelheid doelpunten scoren hoeft daar niet aan mee te helpen. Gewoon de serie sweepen is al een heel goed begin. Maar ja, dit is ook weer een goed teken naar de rest van de teams. Dat je iedereen helemaal kan afmaken. Het is KVM dat vandaag ongelooflijk veel beter is dan hun tegenstander. Daar dubbel commits. Je ziet gewoon bij Uitsquad dat het op dit moment niet samenhangt. Hè? Dus de spelers die weten even niet helemaal wat ze moeten betekenen in het veld. De tweede Omen hat-trick wordt overigens uitgedeeld. En het is op zich ook wel terecht als je puur alleen kijkt naar het speelbeeld. Uitsquad heeft niet de challengers ready. Gaat met twee man voor de bal. Het lijkt niet op het tempo mee te kunnen dat KVM hanteert in deze wedstrijd. En dan wat Dennis aan de desk natuurlijk zegt. Rens, zorg dat je KVM kan stoppen van hun plays maken. De Ajax-squad heeft er de snelheid niet voor. Ze zijn niet snel genoeg om te zorgen dat KV Mechelen niet van dit soort dingen kan doen. Zo kan opstijgen. Hier, Tas wordt omver gespeeld. Komt er nog een paas van J-Wijts. Uit die bal komt er wel langs. Hij gaat er zelf achteraan zonder boost. Temper mag er weer in ontvangst nemen voordat de bal over de middenlijn rolt. En de laatste minuut gaat in. Betekent dat ook dat we minder doelpunten gaan zien? Misschien gaan we wel naar de 10-rens. Ja, misschien is inderdaad die double digits wel iets voor deze wedstrijd. Het zal er allemaal wel bij passen. Gezien puur alleen wat zojuist zich heeft afgespeeld in dit Aquadome. Nog een halve minuut te spelen. En echt hoeveel spelen we op dit moment niet meer. Want deze wedstrijd is echt wel klaar hoor. Straks is het matchpoint dus al voor KVM. Voor de oplettende kijker, ja inderdaad. Er staat dus al een bankje ingekleurd. Dat heeft allerlei redenen. Voor nu is dat wel terecht denk ik. Als we hebben gekeken naar het verloop van deze game in ieder geval. Je kan een heleboel zeggen en misschien is dit voorbarig natuurlijk. Maar als dit is hoe KVM ook die eerste game die nu gewoon bijgestreept is. Als die ook zo gespeeld zou worden. Ja, dan was het toch wel naar de 2-0 gegaan. Nu is één ding zeker. Aquadome was voorspellend voor Ajax-squad. Het was voor hun pompen overzuipen. En blijkbaar, ja, ze zijn al de hele tijd op de bodem van de oceaan. KVM, die laat geen spaan van zijn heel en wint hier. Ja, maar dat is geen perceel. En dan kwamen we net echt heel erg dichtbij. Maar dat weer niet lukt. Dat is dan jammer. Dan zijn ze toch dus niet zo goed bij KVM. Bij de dubbeltouch hier wel van Compact. Oh, wat is dit toch een heerlijke bal naar het midden toe. Dit is een goed team hoor van KVM. En vandaag zijn ze beter dan ooit. Ja, als je jou afvroeg of KVM weer mee zou doen voor de eerste plek, na al die weken, na elke keer dat ze hebben kunnen laten zien dat ze hier met de top mee spelen, dan is dit wel weer een extra duidelijk resultaat. 2 Omen hat-tricks, 1 voor J-Wijts die ook de MVP mee naar huis neemt, 1 voor Temper. Het is echt een complete afstraffing van de Ajax-squad die er gewoon niet goed in zat, helaas. Ja, neem jullie ook graag mee naar hoe ik vorige week beleefd heb. Ik was toen dus inderdaad ziek. Hè? Dus ik lag op bed wat te snotteren met mijn vrouw samen. Het was heel gezellig. En we zaten samen te kijken. En wat dus zo jammer was, was dat ik eigenlijk heel erg veel had verwacht van KVM tegen Sector 1. Sector 1 die toen na één game, weliswaar een verliespartij, de wedstrijd moesten opgeven. Dit was voor mij een bittere pil. Ik heb dit als heel vervelend ervaren. Maar ja, het hoort er ook een beetje bij. Dat zijn de wedstrijden die je graag wil zien. KVM echter zal het als heel prettig ervaren hebben. Zij hoefden die laatste twee games dus niet meer te spelen. Kregen de sweep mee in hun tas en doen gewoon nog steeds dus mee om plaats nummer 1. Ze hebben vertrouwen. Ja, oké, misschien niet compleet uit eigen prestaties, maar het vertrouwen niet te min. En dat kunnen ze misschien ook extra gebruiken in wedstrijden zoals deze, waarin je tegen een subtopper speelt. Zo heb ik Ajax-squad dan altijd genoemd. En ze walsen er op dit moment overheen alsof het Sector 1 van vorig seizoen was. Damn, dat is wel hard. Dat is wel heel hard, maar je hebt helemaal gelijk. Kan je niet zeggen. Ja, tuurlijk wel. En we hebben het gewoon hier nu net gezien. Dit is wel nog het moment dat Ajax-squad iets kan gaan terugdoen. Het is nu weer 0-0. Het is game 3. KV Mechelen, e-sport, staat klaar om hier de Superbeat te starten met een sweep. En kijken of ze dat gaan doen. Kijken of Ajax-squad er iets tegen kan.
Ja, tuurlijk, want wel hebben we nu de gegeven dat KVM wat aan het freestylen was. Kreeg veel ruimte, dus gaat wat speels voor spelers. Allemaal logisch, eerste kans voor Koekenpack Dovermans. Maar misschien kan Ajax wat daar gebruik van maken. Heeft zeker genoeg kwaliteit om hier een wedstrijd van te kunnen maken. Zullen alleen de teamgeest moeten vinden met elkaar. En vertrouwen op elkaars capaciteiten. En ervoor zorgen dat je dit soort pitches tegenhoudt. Maar Temper nu, die gaat wel die play doorzetten hoor, Rens. Want KV Mechelen is nog niet klaar. We hebben ze nu twee keer achter elkaar gezien. Helemaal vanaf hun eigen helft. De bal naar voren tillend. Om daar de bal achter te laten voor een teamgenoot. Tot nu toe dus nog geen doelpunt gescoord in die eerste minuut. Maar KV Mechelen heeft wel het meeste balbezit. IJskant lijkt best wel stevig in zijn schoen te staan. Maar ze moeten even wat meer kansen creëren. Om mij echt te overtuigen dat ze terug in de wedstrijd zijn. Doet hun zelf tot dusver erg tekort. De 50-50's die kansrijk voor ze zijn. Dus is iedere keer te laat. Ook hier zien we dat de verdediger van de Ajax-squad gewoon te laat bij de bal is. Niemand had dat aanzien komen. Er is geen vangnet voor Bilbo en Tals. Want ja, die gingen met z'n tweeën up. Goaltje voor KVM, eenvoudig. Het gaat ook zo snel. Het is zo ongelooflijk snel hoe dit gebeurt. Die bal sowieso naar het midden. Compacta heeft nog extra hulp van het plafond. En Temper die rijdt gewoon door. Die weet echt heel erg goed waar die bal eindigt. Nu wel, Dijky gaat het proberen. Hij heeft natuurlijk die Terminator zonnebril op. Kan hier ook nog de ongeslagen status van Ajax termineren. Daar lijkt het niet op. Hier de bal nog een keer naar voren gegooid. Terwijl we ook nog eens zien dat Omen hier een gigantische PC weggeeft. Kijken of Ajax nog een doelpunt weggeeft. Het lijkt er op dit moment nog niet op. Ah, Temper daar bijna voor de dubbel schot nu van Compact. En we zien dat KVM langzaam wel weer de overhand begint te pakken. Dubbel commit nu ook aan hun kant. In de aanvallend opzicht in ieder geval. Maar we Tals dan met de bal uiteindelijk weg zien rijden. Dat is voor korte duur overigens. Zo de demo die door Compact werd neergelegd. Een totaalspel wordt gespeeld door KVM. Ze willen alles dicteren, alles controleren. En zelfs ook hun eigen missers. Nou, ik zag hier wel iets wat mij ook heel positief opviel. Bij Sector 1, twee weken geleden. Vorige week gaan we het dan dus niet over hebben. Dat was die niet uitgespeelde wedstrijd. Maar het terugspeelballetje. Is dat nu belangrijk? Nee, is Ajax-squad verdediging aan baklappen? Het lijkt me wel. Ah ja, maar het is goede aerial van Compact. Maar weer een dubbelcommit met twee spelers die eigenlijk helemaal niks te zoeken hebben bij die hele bal. Ik zou, persoonlijk, hè, je hebt twee man terug. Ik zou je first man inzetten om de touch na Compact pas te pakken. In plaats van te voorkomen dat Compact überhaupt die bal raakt. Want dat moest een verplichte paas gaan worden. Een fluttouch die je eenvoudig kan onderscheppen. En dan heb je nog een last man extra achter. Wel, zien we nog een goal voor JW's. 3-0 voor KVM. Ajax Squad lijkt niet te kunnen winnen vandaag. Nee, maar ik ben nu... Het spel geloof ik wel. Want KV Mechelen is hier heel erg duidelijk de sterkere partij. Maar ik ben vooral aan het kijken naar de gezichten van de spelers van Ajax Squad. Ik zie Dijky, zie ik niet op of omkijken. De hele tijd probeert zijn hoofd erbij te houden. Maar de verslagenheid die we zien bij Bilbo, bij Taz, het spreekt gewoon boekdelen. Deze jongens zijn uitgespeeld. En KV Mechelen heeft hier gewoon een speelkwartier waar zij alles boven doen met de bal. Dat lijkt me een goede play voor ze. En dat is iets heel ergs om te zeggen. Maar zo voelt het wel een beetje. Omen de hat-trick wordt binnengelegd. En de enige reden waarom we bij Dijkje geen emotie zien is omdat hij een zonnebril heeft opgezet. Het is balen. Is jammer. Ja, precies toch? Dan zie je zijn ogen niet staan. Die zou ook treuren hoor. Dat mag ook wel bij zo'n wedstrijd zoals deze. Die lang op zich heeft laten wachten. En nooit echt tot ontpopping is gekomen. Dus die KVM hier de overwinning pakken met Compact. Die nu de eigen teammate zijn vals heeft. Compact, de beste keeper aan de kant van Ajax Squad op dit moment. Zorgt dat het nog niet van kwader tot erger wordt. Misschien dat Ajax Squad hem volgend seizoen willen gaan casten. In ieder geval in hun team willen toevoegen. Hier nog een keer balletje omhoog. Tas deze keer hield hij wat in. Die Bilbo in zijn eentje springen. Daardoor die bal tegengehouden. Geen dubbel commits. Maar nog steeds de aanval van KVM. Temper probeert de bal nog een keer te raken. Is niet nodig. JW's met een monster van de schot. Compact roept de bal naar beneden. En dan is Bilbo erbij. Ajax Squad lijkt een beetje hun voeten onder zich te krijgen. Ja, joh. Dat is goed om te zien. Kansje nu aan de andere kant zelfs. JW's die bal er nog tegen kan houden. Goede save er ook gezien van Taas overigens. En dat blijft nog steeds wel een beetje zijn trademark van deze hele Elite Series die hij gespeeld heeft. Verdedigend vond ik hem zo ongelooflijk sterk. Vandaag dat iets minder kunnen laten zien. Maar helaas... Gebeurt iedereen een keer dat ze tegen KVM moeten spelen. Ja, precies. En dat was bij Ajax Squad natuurlijk de vraag. Hè? De toch na steeds wat vaker die afwezigheid. Goede save hier weer. Deze keer van Dijk. Geweldig om te zien. Maar bij de afwezigheid van de Mensa. Wie moest er dan opstaan om de plays te maken? Om de goals te scoren? En wij dachten, dat is Tas. Tas moet dat doen, toch?
Maar hij is juist die verdedigende speler. En dat is misschien ook wel wat er dus met de Ajax-squad gebeurt. Wie vult die plek nou daadwerkelijk in? En tot nu toe lijkt het antwoord gewoon niemand te zijn. Ze blijven ons het antwoord schuldig. En gaan hier ook in deze laatste game toch weer verliezen van KVM. Die gaan sweepen hier. KVM, het florerende KVM. Dat geweldig heeft gespeeld in deze wedstrijd tot nu toe. Wat creatief zijn ze, wat snel zijn ze. Wat moet je doordenken om ervoor te zorgen dat jij hun aanvallen kan aftroeven. 4-0 staat het hier in deze wedstrijd. Nog geen enkel tegendoelpunt gekregen. Misschien is dat van korte duur, want daar zijn we dan. Nee. Die kan het niet maken. En ook Bilbo zien we helaas de overtuigende treffer niet kunnen maken. Het is jammer, het is zonde voor Ajax Squad dat nog 10 seconden heeft om dat te kunnen repareren. Maar ik vrees het ergste, want er komt er een bij voor KVM. Oh, compact daar. Kijk, zijn positionering zo aanvallend. Zat hij daar op de muur te wachten. Prachtig gedaan hoor. Ook goed aangespeeld. Ja, het is heel erg mooi. En met 10 seconden op de klok, 5-0 op het scorebord. En 2-0 al de serie scoren. Ja, Rens, ik weet niet op hoeveel verschillende manieren we hebben het gezegd vandaag. Maar KV Mechelen is een ongelooflijk goed team. Die gaat strijden voor de allereerste plek hier in de Elite Series Rocket League. En ze hebben hier weer een standje laten zien. Wat we maar al te graag zien van dit team. Ja, wanneer moet je goed spelen? Tegen het einde van de competitie vooral. Hè? Als je in de play-offs terecht bent gekomen, dan moet je daar het gaan laten zien. En de vorm liet ze vandaag zekerste weten zien hoor. 2-0 hebben ze gewonnen, zou je kunnen zeggen. Maar tegelijkertijd is het gewoon 3-0, doordat Ajax natuurlijk al wat later was.